We hebben in Nederland de kromme situatie dat uh, we hebben coffeeshops die wel hasje wiet mogen verkopen, maximaal 5 gram per persoon. Maar uh, ze mogen het niet officieel inkopen. Dus dat doen ze dan zogenaamd via de achterdeur. En ik kan je één ding zeggen: alle wiet in de coffeeshop gaat gewoon door de voordeur erin en door dezelfde voordeur er weer uit. Maar we noemen dat de achterdeur. <tossimus> de coffeeshophouder kan dus niet aantonen waar hij zijn wiet heeft gekocht. En voor het gemak rekent de Belastingdienst. Dat uh, de inkomstprijs de helft is van de verkoopprijs in de koffieshop. Dus als een koffieshophouder iets verkoopt voor 12 euro de gram, dan zegt de belastingdienst: dan heb je dus 6 euro de gram kostprijs betaald. En dat klopt ook meestal wel, de winstmarge is altijd hetzelfde. Um, nou is die achterdeur een probleem. Het zorgt ervoor dat er heel wat illegale kwekerijen zijn in Nederland, die zwaar geld verdienen aan het produceren van illegaal geteelde wiet, zoals dat heet. Justitie is de helft van haar tijd kwijt met het oprollen van die uh, kwekerijen. En het is wel duidelijk dat we naar een volgende stap moeten gaan, want het uh, zogenaamde gedoogbeleid, of moet ik zeggen het repressiebeleid, is al 50 jaar en het heeft in die 50 jaar weinig opgeleverd, behalve dat het uh, de problemen alleen maar erger heeft gemaakt. Dus uh, de regering heeft een commissie in het leven geroepen, die uh, moet een experiment opzetten voor levering, een legale levering aan de achterdeur. En men wil dan kijken of er methodes zijn, of dat zal betekenen dat de criminaliteit, de criminele illegale teelt zoals men dat dan allemaal noemt, uh, of die zal afnemen. Grootschalige teelt, varkenscheuren, dergelijke. Dan nou wordt dat een, best wel een probleem voor de commissie, want uh, daarvoor zul je toch met nieuwe inzichten moeten komen. En gelukkig heeft de commissie bedacht van we gaan gewoon een aantal mensen uit de cannabiswereld vragen wat hun mening daarover is. Um, en ik ben een van die mensen die gevraagd is een mening te geven. Ik ben voor die commissie verschenen, samen met uh, nog wat andere mensen uit het cannabiswereldje. Um, en ik wilde de commissie duidelijk maken dat het probleem met die illegale kwekerijen ontstaat door de vijf gramsregeling. En door het feit dat men uh, cannabis afmeet in hoeveelheid van gewicht. En daar beperkingen op legt. En ik dacht, hoe moet ik ze dat duidelijk maken? Toen heb ik het volgende verhaal verteld. Ik had een flesje spaarblauw bij me, net als nu toevallig. En ik zei tegen de heren, stel je voor dat je in een achterlijk land leeft waar alcohol verboden is. Maar toch drinkt een groot deel van de bevolking het. En er zijn zelfs illegale cafeetjes waar je illegale alcohol kan drinken. En dan heeft de overheid al jaren geprobeerd om dat de kop in te drukken. Het lukt niet. En ze hebben gezegd: Weet je wat? We gedogen de illegale cafés, vermits die maar een bepaalde hoeveelheid alcohol per klant mogen verkopen. Denk eens aan de inhoud van een flesje Spa 50 cc. Nou, heren van de commissie. U begrijpt de overeenkomst al. Stel nou dat je als klant in een illegaal café binnenkomt, die wil alcohol kopen. En er wordt tegen gezegd, je mag maximaal de inhoud van een flesje Spa blauw aan alcohol kopen. Wat wil je hebben? Whisky of bier? De commissie begreep het en die zei, ja, natuurlijk whisky, want dan wil je proberen voor die 50 cc zo sterk mogelijk. Juist. En nou is het met cannabis precies hetzelfde. Omdat er een regulering is die zegt maximaal 5 gram per klant, zal de klant proberen een zo sterk mogelijke cannabis te scoren voor die 5 gram. Hetzelfde geldt voor de producent. De producent is gebaat bij een zo hoog mogelijke prijs per vierkante meter. Uh, van een zo sterk mogelijke wiet. En als je nou eens bereid bent als overheid om dat los te laten en er eens anders naar te kijken. Dat is heel makkelijk, want het is allemaal erg voor de hand liggend. Nu is het zo dat een, een klant die in een koffieshop koopt, die koopt dan 5 gram. En die is gemiddeld, noem maar wat, 12 procent. En daar betaalt hij dus 60 euro voor. Dat is bijna uh, een euro per procent. 12% maal 5, 60. Bijna een euro voor, per procent THC. <kijkt> en als je die gedachte even vasthoudt, dan wordt het makkelijk. En als je dan niet meer over gewicht praat, want dan kun je ook zeggen van, als je dus een cannabis hebt waar maar 4% THC in zit, dan mag je dus meer gewicht van hebben. En dan heb je nog steeds dezelfde hoeveelheid THC. Alleen de consument heeft meer cannabis, die hij relaxter kan roken, want hij is niet zo sterk. En die hij dus ook niet hoeft aan te lengen met tabak. Want tabak, dat is het grote gif. Hè? In Nederland overrijden jaarlijks 20.000 mensen aan nicotine. Dus als jij de cannabisgebruiker uit die tabakshoek kunt krijgen, alleen maar voordeel. Ik liet dit aan de heren, dames en heren zien en ik zei dus van ik denk dat de blower gemiddeld uh, en hiervoor gaat en dat in vier, vijf jaar tijd een hele andere situatie krijgt. Toen zag ik al een beetje twijfel komen bij de dames en heren, want ja, uh, ze konden niet zomaar geloven dat het allemaal zo eenvoudig was. Dus ik dacht ik ga terug naar de alcohol en ik zei van kijk, hier hebben we een flesje en dat heet Gold Strike. Dat is een soort uh, likeur, 50% alcohol. 50 cc of wat is het? Nee, 500 milliliter. Half liter. En die alcohol die staat gelijk aan heel veel van deze flesjes bier. En wat denk je nou dat de consument zal kiezen? Veel van deze mooie flesjes bier of die ene sterke? Nou, ik denk dat ik het wel weet. Want het is nu ook al zo dat in Nederland 50% van de alcoholconsumptie die, uh, bestaat uit uh, laag alcoholische dranken. En dat, en dat wat aan sterke drank er doorheen gaat, gaat ook nog voor een deel er doorheen omdat het in niks drankjes wordt gebruikt. Maar overwegend drinkt de consument in een legale situatie uh, producten met een lager uh, alcoholgehalte of gebruikt hij prefereert die producten met een lager THC gehalte. Dus de oplossing is eigenlijk heel simpel. De overheid moet bereid zijn om af te stappen van het gewichtsdogma. En gewoon kijken naar het percentage werkzame stof, THC dus. En daar een prijs aan hangen. En op die manier kun je een situatie creëren waarbij we de spanning uit de markt halen. Waarbij ook het thuisdelen weer wordt gezien voor wat het is. Namelijk gewoon een hobby waar je niet zozeer geld aan kan verdienen. Want dat geld verdienen, dat halen we er al uit met legale teelt van. Laag THC gehalte wiet. Heel simpel. De beste oplossingen zijn meestal de simpelste. Ik hoop dat mensen snappen hoe simpel dit is. En wat is nou het effect op de illegale markt? Want daar gaat het natuurlijk om. Het effect op de illegale markt is dat de varkenschurenboer... om het zo maar te zeggen... die krijgt nog maar een derde van de prijs voor wat hij nu verdient. Dus die zal nog maar 600 euro verdienen per vierkante meter. En dat wordt krap voor de man... Hij kan niet op tegen de legale kwekers, want legale kwekers hebben de beschikking over heel veel oppervlakte. Uh, en dan verdienen ze nog genoeg. Maar de illegale kweker die moet het hebben van relatief kleine oppervlakte met een relatief hoge opbrengst, want hij moet die relatief kleine oppervlakte ook nog verborgen houden. Dus mijn voorstel tot zachte regulering zoals ik dat noem is van uh, bied nou eens een goedkope cannabis aan die vooral uh, veel volume heeft en een laag percentage THC. En je zult zien dat geleidelijk steeds meer consumenten overstappen op veel cannabis van een lager THC percentage dat je niet hoeft aan te lengen met tabak. En je zal zien dat geleidelijk aan het aantal illegale producenten, de varkenschurenboeren, langzamerhand minder zal worden. En het zal niet van de ene de dag op de andere gaan, dat gaat rustig vijf jaar overheen. Maar het werkt beter uh, als je het de mensen en de markt zelf laat doen, het werk laat doen, dan wanneer je ze gaat dwingen. Want dwingen, dat werkt niet, dat weten we nou al. De, de overheid probeert al vijftig jaar te dwingen. En het enige wat ze ermee bereikt is het tegendeel. En nog een heleboel andere negatieve randverschijnselen erbij. Dus, Einstein heeft ook ooit gezegd: van het stomste wat je kan doen als iets niet werkt, is hetzelfde nog een keer proberen. Dus, ik denk dat de tijd van de dwang om te proberen cannabisgebruik uh, terug te dringen, dat we daar nou eens een keertje vanaf moeten stappen. En dat de overheid moet reguleren en tegemoet moet komen aan de wens van de moderne Burger van de moderne men, mens om op een makkelijke manier aan bewustzijnsverruimende middelen te komen. En als dat niet gebeurt, kan ik je één ding voorspellen: uh, een chemische cannabis komt eraan uh, en nog een heleboel andere designer drugs. En de beste manier om dat te bestrijden is te zorgen. Dat er gewoon een goedkoop natuurproduct overal te krijgen is. waar niets spastisch over gedaan wordt. Want als er spastisch over gedaan wordt. en we gaan zeggen: jongeren mogen het niet. en weet ik veel wat allemaal. die jongeren die kunnen zo op internet. van alles en nog wat bestellen. dat hou je niet tegen. Dus hou eens op met dat verzet. en ga over op zachte regulering. Van harte toegewenst.